Tweewielers zijn erg geliefd om je snel te kunnen verplaatsen in drukke steden. Een fiets is natuurlijk een erg populaire tweewieler, maar dat geldt zeker ook voor de scooter. En tegenwoordig natuurlijk ook de elektrische scooter. Maar wat moet je nu allemaal over weten? Ik zoek het voor je uit. Rob, hoi. Jij weet alles over scooters. Kun je me daar wat over vertellen? Ja, er zijn meerdere soorten scooters. Je hebt scooters met een blauwe kentekenplaat. Die gaan 25 km per uur. Daar mag je mee bijna overal op het fietspad. Je hebt bromscooter. Dat is een scooter met een gele kentekenplaat. Die gaat 45 km per uur maximaal. Daarmee moet je op de rijbaan. En je hebt een motorscooter. En een motorscooter, daar heb je gewoon een motorfietsrijbewijs voor nodig. Oké, maar waar herken je dan een scooter aan? Een scooter herken je over het algemeen aan de treeplaat waar je dus met je voeten naast elkaar zit. En het is bijna altijd een automatenmotor. Oké. En als ik nou een scooter ga kopen, waar moet ik dan op letten? Als je scooter aanschaft, is het heel erg belangrijk wat je ermee wil gaan doen. En wat je actieradius is, wat je ermee gaat rijden. Oké, kun je me daar wat van laten zien? Dit is een Vespa. Dit is een viertaktmotor met de Euro 5. Is volledig injectie. Dus voldoet ook aan de eisen van nu. De viertakmotor heeft eigenlijk hetzelfde principe als een automotor. Daar zit motorolie in met een pijlstokje die je kan controleren. Maar die verbruikt die dus niet. En je had vroeger de tweetaktscooters. Ja, tweetakt, daar ben ik mee opgegroeid. En dat is altijd dat je benzine moest mengen met de olie. Ja, precies. Maar dat werd verbrand en dat komt in de buitenlucht. Dat zijn voor het milieu niet heel goed. Hey, een elektrische scooter, hoe zit het daarmee? Een elektrische scooter staat achter jou. Eigenlijk qua uiterlijk ziet hier hetzelfde eruit. Dat klopt. Uiterlijk is ook eigenlijk vergelijkbaar, alleen de hele motor is anders. Er zit geen brandstof meer in, het is een accu. Ja, het voordeel daarvan is, je hebt geen geluid. Nee. En ja, het is... Lekker stil. Ja, en minder vuil. Oh, het is wel handig, maar de accu moet natuurlijk wel geladen worden. Ja, eigenlijk met een elektrische scooter is het laden. Heb je een aparte acculader voor. Daar zit gewoon een stekker aan die in ieder 220 stopcontact gaat. En die kun je rechtstreeks in de scooter pluggen. Je kan ook de accu eruit halen. Dan kun je de accu eigenlijk op je werk of thuis kun je hem gewoon opladen. Dat is wel superhandig, want je kan soms als je scooter op straat staat, dan kun je hem daar niet opladen meestal. Dat klopt. Je kan eigenlijk nu overal terecht. En is een e-scooter nou veel duurder? De prijs is eigenlijk nu vergelijkbaar met een brandstofscooter. Het was wat duurder en ook de kwaliteit was in het begin wat minder. En de prijzen zijn gewoon een stuk gedaald inmiddels. En het verbruik, kun je daar nog iets over zeggen? Het verbruik is heel goedkoop, want je hoeft natuurlijk alleen gewoon thuis je stroom te betalen. Ja. Een gemiddelde lading kost tussen de 20 en de 40 cent. Dat is echt laag. Dat is echt heel goedkoop. Ja. En zijn er ook nadelen? Een nadeel is eigenlijk de actieradius. Je bent met een accu gebonden aan de stroom en hoe lang die meegaat. En hij is afhankelijk van temperaturen. Dus als het heel koud is, heb je wat minder afstand en daar moet je rekening mee houden. Maar is het rijden op een e-scooter dan heel erg anders? Het is niet heel anders. Het is alleen heel stil en het trekt wat sneller op. Dus je moet even wennen. Maar we kunnen dat gaan proberen buiten. Maar safety first, we gaan eerst even een helm passen. Eigenlijk is het belangrijkste dat de maat goed is. De helm moet goed strak zitten. Er zit eigenlijk een laag tempex in die eigenlijk helemaal naar je hoofd gaat staan. En waar die strak zit, daar wordt die ruimer. Dus in het begin kan het oncomfortabel voelen? In het begin kan het oncomfortabel voelen, en het vormt zich naar je hoofd? Ja. Nou, daar zitten we. Waar moet ik op letten? Nou, als eerste, dit is je achterrem. Ja. Rechts is de voorrem. Ja, omgedraaid als bij een fiets natuurlijk. Ja, de rem overroelt het gas. Ja. Dus als je gas geeft en je hebt de rem in, doet hij niks. Ja. Nou zit er nog een veiligheidje op. Hier een groene knop. Mm-hmm. Als je die indrukt, dan gaat er een lampje branden. Ready. Als je nu gas geeft, gaat hij er vandoor. We hebben knipperlichten met een signaaltje. Maar dat is handig, want dan zet je hem ook weer uit. Ja. Dat doe ik vaak vergeten als je dat niet hebt. Ja. En je hebt een cruise control. Cruise control. Dus als je lange rechte stukken rijdt, kun je gewoon de snelheid vastzetten. Nou, dan gaan we een stukje cruise. Nou, mijn eerste meet is op een elektrische e-scooter. Ik moet zeggen, het bevalt me wel. Het is super stil. Dat is natuurlijk lekker, maar hij trilt ook niet. Bij een benzinemotor heb je toch altijd dat je wat voelt in je billen. Maar dit rijdt eigenlijk heel comfortabel en soepel. Dus ik vind het wel lekker. Zo, zijn we weer. En hoe rijdt dat? Ja, dat rijdt super. Heerlijk. Ja? Waar moet ik nou op letten bij het onderhoud van een e-scooter? Het onderhoud is eigenlijk hetzelfde interval als bij een bromfiets. Want je hebt remschijven en banden die gecontroleerd moeten worden. En het gaat heel veel over de software. Dus je moet de accu's uitlezen en wat voor staat die is. En heb je nog een laatste tip bij de aanschaf van een e-scooter? Sta je niet blind op het uiterlijk, maar stel vooral veel vragen over
wat je ermee wil gaan doen. Nou, heel goed. Ik geef je de helm terug. Dankjewel. Nou, wil je nou nog meer weten over auto's of over andere voertuigen? Laat het me weten en ik zoek het voor je uit.